geweest hier in Insel. En dan begin ik met Frits Galey. Frits, na de eerste dag, je maakt een misslag op de 500 meter. Je hebt problemen met een kruising op de 5 kilometer en je moet dan naar bed in de wetenschap dat je op de 1500 meter in het laatste paar moet starten. Dan ben je niet gelukkig. Nee, je bent zeker niet gelukkig. De 500 meter, Kustafsson die ging onderuit. En in de eerste opwelling zei ik eigenlijk tegen Henk, ik zeg nou, ik kan misschien beter helemaal onderuit kunnen gaan. Want nou staat er een lullige tijd en je klassement is toch een beetje weg. Ja, ik lag in verhouding lag ik voor op die Amerikaan, op de kruising. En die rijdt 39 blank, dus je weet dat ik een 38 had kunnen rijden. En dan de 5 kilometer, ik was er met mijn gedachten niet helemaal bij. En Leo heeft me eigenlijk gered door... Hier de 1500, hè? Ja, door achtste te worden, waardoor die volle klasse eruit viel. Of tenminste, een Amerikaan. Goed, Frits. Dan moet je met die handicap die je gehad hebt de 10 kilometer in. En dat gaat geweldig, hè? Ja, de omstandigheden waren er ook naar. En het is natuurlijk ook schitterend met het publiek. En dan, Leo reed rit voor me. Die reed een geweldig persoonrecord. En met zulke omstandigheden, dan je rijdt op een gegeven moment. En kom je eigenlijk niet kapot te zitten. Eventjes nog terug naar de dag van gisteren. Je rijdt een nieuw persoonlijk record op die 5 kilometer. 7.04, een formidabele tijd. En dan ben je eigenlijk nog op het... dan zit je nog op de wip of je wel bij de laatste 16 bent. En dat geeft al de sterkte van dit toernooi aan. Ja, maar ook die 7.04, die rijd ik niet helemaal lekker. Ik zei het meteen tegen Henk. Het is wel een persoonlijk record, maar het is gewoon niet goed. Het was niet goed. En ik was er met mijn gedachten was ik er helemaal niet bij. Hoe kan dat nou? Ik was zo met die 500 meter nog bezig, dat ik daar zo'n misser had. En dan, het is gewoon zo, er zit één 500 meter in en die moet gaan. Kijk, op een andere afstand kan je nog eens een keer een misslag begaan, maar... Goed, Frits, dit was dit. Zien we je nog terug op een wereldkampioenschap? Nou, dan moet ik nog alles even heel goed op een rijtje zetten. En, het seizoen is nog niet afgelopen. Ik hoop dat ik nog een paar leuke wedstrijden krijg. Oké, Frits, daar hou ik je aan. We zien je terug. Okay. Ik ga even voor je langs, heel onbeleefd. Maar ik ga even naar de twee jonge heren, mag ik het zo noemen, uit de nieuwe Nederlandse kernploeg. Heren die er in ieder geval alle twee in slaagden om hun persoonlijke record op de 10 kilometer met 1 minuut en 3 seconden te verbeteren. Dat was dat. Maar Leo, we gaan eerst even naar die 1500 meter van jou. Want dankzij jouw 1500 meter, waardoor je op de achtste plaats in het klassement kwam, loodste jij Frits de laatste 16 binnen. Ben je dat bewust geweest? Nou, van tevoren wisten we wel dat... even kijken, Mark Mitchell en Falk Lassen die stonden zo en ik stond er net achter. Dus ik wist dat als ik ze voor zou blijven, dat ik Frits in het klassement zou houden. Maar ja, nooit gedacht dat ik dat zou kunnen. Maar ja, eerst had ik Mitchell al te pakken en dan is het even zenuwachtig wat Falk Lassen gaat doen. En dat scheelde geen 10 centimeter. Nee, zeker niet. Maar dan die 10.000 meter. Je had een persoonlijk record staan van 15.37 of daaromtrent. En dan ineens die explosie. Het was in jouw carrière nog maar je vierde 10 kilometer. Hoe kan dat, jongen? Ja, nou, het is hier ideale weersomstandigheden. En je begint en je gaat makkelijk glijden. Je rijdt je eigen race. Want Gustafsson ging nogal hard weg. Maar ik denk, ik ga gewoon lekker glijden. En ja, de schema's die veranderden steeds naar beneden. Dus dat ging alleen maar goed. Wat was je uitgangstelling geweest bij die 10 kilometer? Waar was je op weg gegaan? 15 blank. Dus ja, het is al een ronde harder dan je persoonlijk record. Ja, dan zie je steeds de bordjes veranderen van 15 blank naar 15.47 en dan naar 37. Dus dat gaat steeds harder. Ja, en dan ben je natuurlijk vrij onervaren, want het is je eerste grote toernooi. Kun je dat allemaal verwerken dan? Voortdurend die veranderingen van schema's en de aanwijzingen van die coach, die je eigenlijk ook niet kent? Nou ja, het is wel een groot toernooi, maar een race is een race. En, alleen het toernooi hier zijn, dat is alleen maar stimulerend. Hoop je het publiek en alles. Nou, dat werkt alleen maar ten gunste. We gaan je nog veel zien, hè, de komende jaren. Want je was hier om bij de eerste 16 te rijden. Je hebt veel meer gedaan. Ja, ik weet bij God niet hoeveel ik geworden ben, hoor. Maar ik heb in ieder geval dik bij de eerste 16 gereden. En ik hoop in ieder geval nog een paar jaar zo door te gaan, ja. Of nog iets hoger. En jij bent blij dat je schaatser bent en geen voetballer? Ja, zeer blij. Oké, Leo, bedankt. Ik ga ook even voor jou langs. Prima. En dan kom ik bij de man uit Eelde. Een plaats dat we eigenlijk alleen nog maar kenden vanwege het bloemencorso. Maar dat is anders nu, want het is nu het dorp van Gerard Kempkes geworden. Gerard,
gecomplimenteerd met je geweldige resultaten. Maar ik begin even met ja, het allerbeste wat je gedaan hebt. Dat fantastische Nederlandse record op de 10 kilometer. Je had al die mannen zien rijden, je had Leo zien rijden. Je wist wat er mogelijk was en toen moest jij het doen. Ja, ik was in het begin helemaal niet gespannen voor de 10 kilometer. Maar dan hoor je de tijden en de tijden en de tijden. En dat zijn grandioze tijden. En dan ineens schieten de zenuwen weer in je lijf. En nou, je weet eigenlijk niet precies wat mogelijk is op dit goede ijs. En je gaat van start en het ging grandioos. Het ging maar door en maar door. En nou ja, eigenlijk heb je er geen woorden voor. Zo fantastisch ging het. Je noemt het alleen maar de zenuwen in mijn lijf. Je komt hier als, ja, als beginneling, als debutant, als jonge vent op zo'n groot wereldkampioenschap. Met al die duizenden Nederlanders rond de baan, dus ook nieuw voor je. Hoe onderga je dat dan? Nou, het is grandioos. De eerste ervaring was toen we zaterdagmorgen hier kwamen. Zijn Leo en ik een rondje op de binnenbaan gaan lopen. En nou, dan gaat er heel wat door je heen als je die mensen voor je hoort juichen. Nou, dan moet je het publiek eigenlijk een beetje vergeten en moet je concentreren op elke rit. En na elke rit dan geniet je gewoon van het publiek. En dan kun je het gewoon ook niet laten. Je kunt het niet laten om je handen op te steken. En ja, alle mensen moet ik ervoor bedanken. Ik zou het eigenlijk persoonlijk moeten doen. Ieder persoonlijk, maar dat is niet mogelijk. Ik zou er niet aan beginnen als ik jou hoor. En daarom allemaal bedankt zo. Gerard, de Art en Casey tijd, een befaamde periode uit het Nederlandse schaatsen, die ken jij, ja, ik denk eigenlijk maar een beetje alleen uit de overlevering. Je was nog heel jong toen dat allemaal gebeurde. Dit was het, zo was het. Nou, ik ben dan jaloers op de tijden van Art en Casey, maar het is grandioos, werkelijk grandioos. Ik weet nou wat ze meegemaakt hebben, dat is, nou, dat is eigenlijk niet te beschrijven met woorden. Het is werkelijk ongelooflijk. En nu? Ateneum examen? Ja, ik zal mijn best doen. Ik zal echt mijn best doen, maar ja, we gaan nou eerst een paar keer feesten natuurlijk. En het seizoen afmaken, zo goed mogelijk. En dan een hele zomer bezig aan het nieuwe seizoen. Waar toch weer wat meer van je verwacht wordt. En dat zal toch moeilijker worden, maar we gaan ons best doen. Oké, Gerard, bedankt dat je even hier wilde komen. En veel plezier bij al die feesten. Dankjewel. Henk, na afloop. Je kijkt helemaal niet zo blij. Hoe kan dat nou? Ja, maar dat hoef je niet altijd aan de buitenkant af te kunnen lezen. Ik denk dat je, als je dus zo'n toernooi zo'n weekend maakt, dat je dus verschrikkelijk blij bent. En dat uitzicht dan misschien niet helemaal zo. En ik loop natuurlijk niet van een halve meter boven de grond te dansen. Maar ik ben verschrikkelijk blij natuurlijk dat het zo gaat. Je zat zeker niet te dansen toen die Bokjev bezig was met zijn 10 kilometer. Ik heb even naar je gekeken, zat op het middenterrein op dat bankje. En het ging niet echt goed met je, geloof ik. Nou, zoals hij begon, reed hij op een wijze zoals wij dus inderdaad ook een strategie hebben gekozen in transitie van de langere afstanden. En misschien was je wel aan het afkijken, want zo reed hij gisteren de 5 kilometer niet. En daar liet hij op een gegeven moment nogal wat liggen. Maar na 5 kilometer ging hij op een gegeven moment zo verschrikkelijk hard rijden dat hij knabbelde dus inderdaad steeds dichter in de buurt van Heijn. En ja, verliezen, dat is goed, maar op deze manier op een gegeven moment zo tergend langzaam, dat is inderdaad dat is zenuwslopend. Nou, 3-4 ronden voor het einde kon ik het toch niet volhouden. En dan was je te streng naar hemzelf toe geweest. En moest hij zich overgeven. Nou, dat is als je op een gegeven moment in de competitie bent, is dat al een hele blij moment eigenlijk. Ten slotte, over structuren gesproken. Ik denk dat dit succes toch ook een beetje te verklaren is uit goede structuren binnen de schaatsrijdersbond. Ja. Met name de relatie die er is gelegd vanuit de kernploeg naar Jong Oranje, maar ook met name naar de gewesten toe. Ja, zo kort mogelijk samengevat, denk ik dat je kunt zeggen dat we vorig jaar gelukkig eens een keer dus met open deuren als schaats in Nederland dus de internationale competitie zijn aangegaan. Dat heet dat er een bepaalde strategie is gekozen, een transitie van training en trainingsvoorbereiding. Dat is vanuit de kernploegen geventileerd via Jong Oranje en via Leen Vrommer naar de gewesten toe. De gewesten hebben daar dus waar mogelijk iets mee kunnen doen. En wat je nu dus ziet inderdaad als product na 2 jaar er zo mee gewerkt hebben, dat inderdaad de hele breedte van de Nederlandse schaatsen daarmee dus omhoog komt. En dat is de verdienste van gewestelijke trainers, dat is de verdienste van Leen Vrommer. Dat is de verdienste van de KNSB en dat is een prima zaak. En dat is ook de verdienste van Henk Gemser, laat ik dat dan maar voor mijn rekening nemen. En Henk Gemser die het, denk ik wel, ziet zitten tot Calgary 88, of niet? Nou, het is geen straf om op deze manier op een gegeven moment bezig te zijn. En dat bedoel ik niet in eerste plaats op een gegeven moment het halen van de eerste plek. Het geeft je wel erg veel vreugde en plezier. Maar de wijze erop op een gegeven moment en je op een gegeven moment met je collega's binnen de KNSB dus aan het werk bent, dat is een schitterende zaak. De wijze erop je op een gegeven moment met deze sportjongens die dus dwars door een betonnen muur heen willen.